Vicepremier Ursel Arends van Aruba heeft bilaterale gesprekken gevoerd met Surinaamse regeringsfunctionarissen, onder wie minister Pralat Seodin van LVV en algemeen directeur Steven Gunnish van de SLM. Arends gaat terug naar Aruba met een koffer vol werkafspraken en talloze concrete uitvloeisels. Als overheid en als minister zegt hij een faciliterende rol te hebben. Dat is wat de Arubaanse regering wil doen. Thuis faciliteren en hier ook faciliteren met beide overheden kansen creëren. Nigeriaanse pariboeren die geleden hebben onder de rattenplaag en wateroverlast komen in aanmerking voor ureum. Het gaat om kleine pariboeren met arealen van minder dan 30 hectare. Die worden voorzien van een zak ureum van 50 kilo per hectare. De 18 zakken ureum worden door het leverancier renteloos voorgeschoten. Op vrijdag 30 juni is middels een afgiftebonnensysteem begonnen met de distributie van ureum. Dat micro-ondernemers met een beperking een prioriteitengroep vormen binnen het beleid van het ministerie van AWJ is afgelopen vrijdag wederom benadrukt. Op deze dag vond op het ministerie de overhandiging plaats van starterspakketten in het kader van het project Ondersteuning zelfredzaamheid onder mensen met een beperking. Het project behelst het trainen, begeleiden en aanreiken van een starterspakket aan 5 micro-ondernemers die allen leven met een beperking. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Productieve Werkeenheden, SPWE.